Meissner, goed gespeeld. Afdijay, en hier kan geschoten gaan worden. Ja, dan wil Crowley toch nog weer een man passeren. Daar waar je denkt, schiet toch op doel. Aanval van Willem II loopt nog door. Palacios, goed zijn benen uitgestoken. Afdijay wil hem in de voeten, maar de bal komt voor het doel. En daar is Dankerlui! En dat is de openingstreffer voor Willem II. Het lijkt wel alsof de verdedigers van PEC Zwolle verrast zijn door het gegeven dat Dankerlui kan koppen. Nou, dat kan niet. En het staat binnen 10 minuten 0-1. Eerste doelpunt van het seizoen voor Damiel Dankerlui. De eerste, de beste aanval voor de Tilburgers levert de openingstreffer op. Wilde trap van Palacios, maar die komt perfect uit voor Dankerlui. Ook Lewis komt op volle snelheid. Fernando Lewis, voorzet goed. Saul, goal! Dat is ontzettend snel, zoals Willem II eruit komt. En daar heeft PEC Zwolle, en dat is niet voor het eerst dit seizoen, geen antwoord op als de tegenstander zo snel omschakelt. Achtste doelpunt van het seizoen voor Frans Saul. En Willem II staat met 2-0 voor. Hier die trap van Palacios, ik denk een beetje op goed geluk, maar ja. Hij komt aan bij Dankerlui en dan de sprint van Fernando Lewis. En daar helemaal vrij Sol bij de eerste paal weggelopen uit de dekking bij Lam. Willem II op een 2-0 voorsprong. Zo saai is het natuurlijk ook weer niet. Zeker niet als je supporter bent van Willem II. Zo speelt Willem II gewoon een hele goede eerste helft. Geeft het niets weg. Is het erg scherp. Speelt het direct daar waar het kan. En schakelt het dus heel snel om. Als de gelegenheid zich aandient. Nu kans voor Van Duinen. Dat is een aardige mogelijkheid voor de spits. Oh, nu kans Van Duinen. Van Duinen moet het doen voor PEC. Laat de kans liggen. Boei doet hetzelfde. Oi, oi, oi. Dit was dan het moment voor PEC Zwolle om iets terug te doen. Boei. Kenneth Paul. Laatste minuut de eerste helft. Het is een aardig schot en een prima redding van Wellenreuter. Schot van Van Krooi. Van Duinen kruist bij Van Krooi. Fleming komt in het strafschopgebied. Hier is Mike van Duinen. Van Duinen! Rakelings naast bij Wellenreuter. Eerste goede mogelijkheid eigenlijk voor PEC Zwolle in de tweede helft. Van Duinen. Van Krooi. Nu komt PEC met 4 man. Snelheid is er volop. Daar is een flinke misser van Lewis. Van Krooi. En die moet er eigenlijk in. Wassim Boui. De hoek was lastig. Namli. Ja, goed gespeeld. Ezi Boué, Van Duinen voor de goal. Hier komt Van Krooi. 1-2 en PEC Zwolle heeft zijn goal. Eindelijk zit er een hoog tempo in de aanval van PEC Zwolle. 1-2. En de spanning helemaal terug in Zwolle. Meissner mee naar voren. Daar is het doelpunt. En weer Frans Saul. Zo is de opleving voor PEC Zwolle van korte duur. En wat is hij dan ontzettend belangrijk. Frans Saul. Tweede doelpunt van de avond voor Frans Saul. Hij is daar gewoon blijkbaar toch niet af te stoppen. Langs paal, die zou een blok moeten zetten. Fleming komt niet van de grond. En Saul, time perfect. Kijkt goed naar de bal. Richting Scamacca, daar is ook de kopbal. Maar Willem II overleeft deze situatie en Afdijay kan nu met de bal aan de wandel. Afdijay ontwijkt ook nog de tackle van Scamacca. Goeie actie zeg van Afdijay. Sadiki de invaller. Sol natuurlijk voor het doel. Hier is Anita. Crowley is er ook. Daniel Crowley. Goed gekeken. Niet buitenspel hier. Kans en naast. Bijna is het 1-4. Ezi Boué, er ligt wat ruimte voor hem.
Omdat Afdijai dat niet doet. Ja, die zegt tegen McGarry, waar ben jij dan? En Fleming! Van Duinen wint de bal. Mike van Duinen. Lippertje op Van Krooi. Scamacca voor de goal. Daar is ook Fleming. Fleming moet scoren. En dat doet hij ook. 2-3. De spanning is er weer. PEC Zwolle heeft nog dik 10 minuten om een punt uit het vuur te slepen. Fleming maakt zijn tweede van het seizoen in de competitie. Nadat hij zo makkelijk scoorde in het bekertoernooi. En dit kan een hele belangrijke zijn. Hamer. Aardig schot. Boven op de lat, zeg. Die bal daalt op het laatste moment. Nog bijna dusdanig dat hij wel het doel ingaat. Willem II wint voor het eerst sinds 26 augustus. Kijk naar de glimlach bij Adrie Koster, die natuurlijk ook heeft genoten van deze meeslepende tweede helft.